Hooibiekhoeve is een praktijkonderzoekscentrum melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. En wij krijgen jaarlijks vanuit de provincie Antwerpen een basistoelage. Hooibiekhoeve richt zich in de eerste plaats tot melkveehouders, maar bij uitbreiding ook tot akkerbouwers, om samen met hen onderzoek op te starten rond een verdere verduurzaming van de sector. We zetten samen met hen onderzoek op rond thema's die de sector aanbelangen. Zo zetten we onder meer in op smart farming, Denk daarbij aan een extra paar ogen en handen, zowel op het veld als in de stal, rond energie- en watermanagement, rond bodem, bodembewerkingen, jongveeopvok en ammoniakemissie. In het kader van smart farming zetten we sterk in op bemesting. En in het kader daarvan hebben we samen, Hoijbeekhoeve samen met het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, geïnvesteerd in een mestton. Een Dierlijke mest vormt we heel wat deelten, hier de basisbemesting. En we zitten in een veerrijke regio. En dus dierlijke mest wordt op het eigen bedrijf um, geproduceerd en wil men daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Dierlijke mest heeft als voordeel dat je ook nog een, een stukje um, organische mest, organische stof aanbrengt wat goed is voor de bodem en dierlijke mest is ook een samengestelde meststof en je geeft dus van de verschillende elementen zoals stikstof, fosfor en kali geef de via dierlijke mest um, al van alles een beetje mee. Dierlijke mest heeft echter als nadeel dat de samenstelling ervan um, nogal durft variëren. En wat dus maakt dat het bemesten ermee um, soms moeilijk wordt. We proberen dat te ondervangen door een putstaal te nemen. En daar hebben we al een beeld van hoe dat de verhoudingen naar de verschillende triënten zitten. en hoeveel er van wat aanwezig is. Maar we zien toch um, dikwijls dat er nogal wat afwijkingen zijn. We trachten dat nu te ondervangen um, in een project, in een fly project, samen met uh, Bodemkundigendienst en KI Leuven, waar we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om mest te gaan toedienen via NIR. Dus um, NIR wil zeggen dat is nabij-infraroodspectrometrie. Via een lichtbron wordt er dan licht door de mest gestuurd. Een deel van dat licht wordt geabsorbeerd, een deel wordt teruggekaatst. En op basis daarvan, of van die spectra die daaruit komen. Um, gaan we via een kalibratie zo kijken hoeveel stikstof, fosfor of kali dat er in de mest zit. Die meting gebeurt dan via een NIR-sensor die hierboven op de ton um, aanwezig is. En dus de mest wordt dan in real time gemeten en op basis daarvan kunnen we oftewel gaan registreren waar hoeveel van welk element gegeven wordt. Oftewel kunnen we zelfs um, de pomp gaan aansturen op hetgeen dat het gaan meten wordt en dus kunnen we eigenlijk elk plekje Evenveel um, mest gaan geven. Of evenveel stikstof, fosfor of kale gaan geven. Dus op die manier um, komen we tot een optimalisatie van um, de mesting. En wat toch zeker in het kader van het mestdecreet en een uh, optimaal gebruik van nutriënten belangrijk is. Wanneer dat we de dierlijke mest kunnen optimaliseren op een bedrijf, komen we ook zo tot minder um, kunstmest. En dus kunnen we met minder input van buitenaf um, gaan telen. Naast de neersensor uh, is de tonnok nog uitgerust met een bandendruksysteem. Uh, wat dat wil zeggen dat we op het veld de banden aan lagere bandenspanning uh, kunnen verlagen. Wat dan ook beter is uh, aan de bodemstructuur toe. Ook nog belangrijk om mee te geven is dat de tonnok uitgerust is met sectiegestuurde injecteurs. En bijvoorbeeld de graslandinjecteur, uh, die erbij voorzien is, kan afgesloten worden per element. En dus kunnen we eigenlijk. Per 30 centimeter een element gaan afsluiten en kunnen we zo nauwkeurig gaan bemesten, wat zeker bijvoorbeeld langs waterlopen een groot voordeel kan zijn. Om in te spelen op huidige tendensen en vragen vanuit de maatschappij is innovatie alsmaar belangrijker, ook binnen de landbouwsector.